Homemade stickers. Hele goede dag, dames en heren. Vandaag, deze ochtend, zijn wij bij Herman en Ineke thuis. En kijk eens even hier bij me. Wat verdomme, Nietes. Wat zijn we aan het doen dan? Ja, we gaan hem inmeten. We gaan hem inmeten, hè? Ja, natuurlijk. Kijk, we zijn met deze bezig, maar... Ja. Dus, ja. Ja, dit is echt absurd. Of nou ja, het is niet een garage, het is meer een opslagplek. Maar, dit is wel de opslagplek, toch? Dit is gewoon een vitrinekast, joh. Ja, een vitrinekast. Maar kijk eens even, wat die staat, joh. Er staan wel wat autootjes natuurlijk. Maar ja, in ieder geval. Deze gaan we dus onder handen nemen. We gaan even opnieuw een McLaren Twins erop zetten. Nou, eventjes trouwens nog even een clip tussendoor van Herman die lekker net zat te reffen. Nou jongens, net zoals jullie net hebben gezien, hebben wij de folie lopen uitsnijden voor de McLaren. Nu heb ik het al gepeld. Even kijken. Kijk. Dit is het nu. Er zit nog een beschermlaag overheen. Hier zie je nog een streep, maar dat is van de beschermlaag. Dit gaat dus op de McLaren komen. Hoe zal dat er nou uit gaan zien? Nou, alles klaar dus voor morgen. Nu is het dus even afwachten. Vanavond ga ik de schoonmaakmiddel alvast eventjes naar Daan toe brengen. Ik heb nog een klein adresje waar ik langs moet morgenochtend voordat ik daarheen ga. En dan ga ik dus naar Daan toe weer en vanuit daar gaan we beginnen met plakken. Ik denk ook wel een uitdaging gaat zijn op het vlak van het zwarte wrap. Maar zonder uitdaging is het ook natuurlijk helemaal niet leuk. En als alles maar goed gaat, dat is ook niet leuk. Want dan, als je het wel in één keer goed doet, daarna, heb je veel voldaaner gevoel. Dus we zijn aangekomen, jongens, dames en heren. We zijn aangekomen bij de McLaren's. Daan zit voor te bereiden, opdat we het voorbeeld kunnen zien op deze prachtige auto. Kijk eens even aan. Verwarming, schoonmaakmiddel, hele mikmak. We zijn klaar, hè? En daarna wordt het eerste zwarte vlak rappen. Ja. Jat! Kijk eens. Timelapse. Zo, potverdikkie, jij hebt wat voor potverdikkie focus bij je. Gaat goed, hè? Nee, Het is mooi makkelijk als je je handen vrij hebt. Als degene naast je gaat filmen, zeg toch. Ja, hè? Leuk, hè? Oh my god, dat is gewoon... Dat is een Martini. Martini getoond. Wat dan? Kijk die uitlaat, wat dan? Kijk die uitlaat. Getoond. Getoond. Nee. Jetzelf, jongens! En we gaan aan de zijkant gaan we nog een McLaren Twins erop zetten. Plus? Plus de raamband. Plus de raamsteker voor de stem. Volgens mij ben je de eerste die eraan mag plakken, trouwens. Nee, hij zit op PPF. Ja, oké. Okay. Oh, is dit niet een thema groter dan? Ja, gaan we plakken? Ja, we gaan plakken. Mooi idee.
niet. Ja, want anders is het niet getoond. Anders is het niet getoond. Ja, dus, dit is gewoon af, Daan. Dit is gewoon af. Dit is echt niet normaal. Hij is gewoon af. Nou, dit is echt, als ik er nu zo naar kijk, ook met die letters aan de zijkant. En als je nou meer van dit wil zien, volg ons op YouTube, TikTok en op Insta. En natuurlijk met Ben's Twitch in het hè, want ja, we doen het voor hun. Letterlijk vuur. Nou jongens, spannend moment. We gaan een auto onthullen. We hadden een prijsvraag gemaakt. En er zijn heel veel inzendingen geweest. Daar hebben we de mooiste uitgekozen. Die jongens hebben hem zelf gemaakt. Het bedrijf heet TCO. We hebben echt topwerk geleverd. En Ineke, onze McLaren Twin, die gaat hem onthullen. Dus... Waar ga je vandaan?